nacht is voorbij, de zin is vrij omheeg te gaan. Als we de dij, de morgen is te nij om stil te staan. Aukje, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Waar de taakverdeling, ik zou voor het mooie weer zorgen en jij voor de locatie. Nou, ja. Mooi weer is er. En je hebt voor de locatie gekozen, industrieterrein Leeuwarden-West. Ja. Waarom? Nou, ik denk eens een keer wat anders. Ik denk dat heel veel mensen de binnenstad zouden kiezen. Dat is natuurlijk ook fantastisch in Leeuwarden. Alleen, ik vind het zelf een heel mooi gebied. Het is hele verrassende bedrijven zitten hier. En het is net gerevitaliseerd. En dat is eigenlijk een van de eerste initiatiefvoorstellen die ik ooit in de raad heb ingediend. Ja. Klopt, en ja, opeens moet je uit de krant lezen dat er toch weer gesproken wordt. En ja, dan vinden wij toch in ieder geval minimaal netjes dat je dat, die discussie ook met de raad doet. En niet zonder meer, maar ja, dat wij dat uit de krant moeten lezen. Ja. De volgende. Aukje de Vries, lijsttrekker van de VVD. Wij staan voor praktische politiek in Leeuwarden. Wij willen allereerst gaan voor lokale lasten die met €0 omhoog gaan. We willen minder bureaucratie, minder regels en ook minder ambtenaren. En dat kan wat ons betreft ook goed geregeld worden. Verder vinden wij werk heel belangrijk. Wat ons betreft meer service voor het bedrijfsleven. De loper moet uit voor het bedrijfsleven. Ook voor het bedrijfsleven zouden de lokale lasten naar beneden moeten. Want wij staan nummer 9 in de top van alle gemeenten als het gaat om de hoogste belastingen voor het bedrijfsleven. En wij willen een veiliger stad. En dat willen wij onder andere doen door de budgetten voor veiligheidsgeld op peil te houden. Zodat er projecten uitgevoerd kunnen worden. En we willen meer camera's en een herverdeling van de politie over de provincie. En wij vinden het onzin om dan dat onderdeeltje zo terug te laten komen in alleen maar een titel. Ja, maar toch eens even de vraag, he, van, als we kijken naar de campagnes zoals ze gevoerd zijn, was het wel heel duidelijk dat de VVD een nee-geluid liet horen. He? Nee tegen de buspaal, voor de harmonie, ja voor veiligheid, maar daarmee wel he, toch een beetje de suggestie wekken dat het in Leeuwarden niet veilig genoeg zou zijn. Ik denk niet dat wij een nee-campagne hebben gevoerd. Nee, daar bent u het mee eens? Nee. Als wij zeggen van maak van de binnenstad een buitenkant, dan denk ik van dat je absoluut niet een nee-campagne hebt. Dus u heeft niet het gevoel dat u zelf ook in uw campagne een beetje anti-college bent geweest? Ik denk dat het zeker in campagnetijd gewoon tijd is om je te profileren. En dat hebben wij gedaan. Mevrouw de Vries, bent u er blij mee met dit voorstel? Nou, ik heb eigenlijk heel weinig informatie gekregen en hoe het college dan inderdaad, het nieuwe college dan zeg maar die culturele functie die Parnas nu heeft kan waarborgen. Dat zeggen ze wel. Maar men boekt wel 1,4 miljoen. De volledige subsidie die Parnas krijgt, boekt men in. En wat mij het meest bevreemd heeft, moet ik eerlijk zeggen, is dat Paul GroenLinks die in de aanloop naar de verkiezingen heeft gezegd, er wordt geen cent bezuinigd op cultuur. En dat heeft al mijn allergrootste verbazing. Uw lijsttrekker heeft dat in de Leeuwarden-Krant volgens mij heel duidelijk aangegeven. En hier aan tafel, Aukje de Vries. Nu nog VVD-fractievoorzitter voor de gemeente Leeuwarden. En straks in de Provinciale Staten. Ja, klopt. Blijf je dan in de raad? Nee, dat is niet de bedoeling. Ik ga dat niet combineren. Ik denk dat je moet richten op één bepaald iets. En als je beide zou doen, dan versnippert dat te veel. En waarom die overstap? Nou, ik heb nog 9 jaar in de gemeenteraad gezeten en ik merk aan mezelf dat ik ook wel aan wat anders toe ben. En ik vind het belangrijk dat ook Leeuwarders in de Staten zitten en daar ook een goed geluid voor Leeuwarden kunnen laten horen.